is mijn nieuwe jas. En dit is dan mijn ijskoffie. Ik ben een partijtje gelukkig. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Mijn vorige weekvlog werd heel erg goed ontvangen. Vandaar dat ik weer een weekvlog heb. Vandaag is het dinsdag en vandaag hoef ik niet naar school. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik heb wel een aantal dingen op mijn to-do-lijst staan. Ik heb net een soort van klein overzichtelijke to-do-lijst gemaakt van wat ik vandaag moet doen. Maar het kan zo zijn dat het hier en daar wat andere dingen nog opkomen. Dus vandaag is een thuisblijfdag. Dat ik gewoon lekker dingen thuis ga doen. Ik heb ook mijn comfy outfit aan. Ik heb mijn bril op. Dit is trouwens een van mijn nieuwe brillen van Specsavers. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het montuur echt heel erg grappig. Want hij heeft hier zeg maar een dubbele rand. Dit is mijn comfortabele OOTD. Ik heb deze sweater aan. En eronder heb ik een bralette. En dan heb ik deze pyjama broek van de Primark. En mijn slofjes. Tegenwoordig maak ik mijn aantekeningen met verschillende pennen / kleurtjes. Omdat ik het dan wat overzichtelijker eruit vind zien. En ik ben mega perfectionistisch als het gaat om dingen opschrijven. Dus vaak maak ik aantekeningen op mijn laptop tijdens de les of op een klappapiertje. En dan schrijf ik het nog een keer over. Ook puur voor de herhaling. Het is op dit moment 11:30 en ik heb zelfs al het gevoel dat ik vandaag best wel productief bezig ben geweest. Ik heb naar een webcollege van ruim een uur gekeken. En dat was pittig en ik heb er langer dan een uur over gedaan, want ik ging het op pauze zetten, aantekeningen maken. Maar het werkte wel heel erg prettig. Ik ga er nu eventjes tussenuit, als in even geen schooldingen doen, omdat ik anders constant aansta en dat wil ik eventjes niet. Dus ik ga boodschappen doen, want dat moet ook gebeuren. Want ik heb geen idee wat ik wil lunchen. Ik heb gewoon nog wat dingetjes nodig. Dus dan gaan we zo lekker als een zwerver. Tijd thuis, handen beginnen te regenen. Maar ik zat echt rondjes te lopen in de Albert Heijn van wat ik nou moet eten. Ik weet nooit wat ik wil lunchen. Weet je, als ik 's ochtends brood heb gegeten, wat ik vanochtend heb gedaan, heb ik geen zin meer in brood. Ik stond bij de salades en dacht ik, nee. Maar toen ben ik langs de KFC geweest. Dit is geen gewoonte, maar ik vond het wel even zo lekker. We hebben frietjes en 2 crispy strips. En iets wat nieuw is bij de KFC. Een cheeseburger. Hij is maar 1,50. Dus een beetje zeg maar de euroburger van de McDonald's. Ja, met een crispy strip erop. Ik ga het lekker allemaal op het bord doen. No spon, maar ik heb een pakketje binnengekregen waar ik mega excited over ben. Trouwens, ik zeg het al vaak genoeg. Maar ik zet nu standaard een linkje van mijn Hatsa-account in de beschrijving. Zodat jullie op de hoogte kunnen zijn van de spullen die ik heb. En mocht je iets op mijn social media tegenkomen van sap, dat wil ik hebben. Dan staat het 9 van de 10 keer op dat account. Dus dan weet je dat. Maar ik heb een nieuwe jas besteld. En eigenlijk wil ik heel lang al een regenjas. En ik weet dat America Today best wel leuke regenjassen heeft. Het is een witte regenjas en dat is een beetje tricky. Maar ik ben wel van de lichte kleuren. Dus ik doe het gewoon. En dit is niet zomaar een regenjas. Maar het is een combinatie. Een winterjas en een regenjas in één. Want het heeft een teddy binnenkant. Want ja, het regent weer lekker in Nederland. En dit komt zeker van pas. En naast dat spot ik net ook een binnenzak. En ik merk dat ik binnenzakken echt super fijn vind. Dus dit.
is mijn nieuwe jas. Het is vandaag woensdag en om precies te zijn is het 8:30 geweest. Ik zet de camera even neer. Vandaag heb ik ook weer geen les, dus dat is heel erg lekker. Het lijkt alsof ik deze hele week vrij ben, maar het valt reuze mee, want maandag heb ik school gehad. Maar vandaag moet ik bijna de hele dag aan een schoolproject werken. Ik heb straks met mijn projectgroepje afgesproken en dan gaan we een aantal interviews afnemen. En vanavond ga ik met Ritsy uit eten, want hij is morgen jarig. En morgen heb ik zelf een hele drukke planning. Wat een beetje jammer is. Dus vanavond gaan we iets leuks doen voor zijn verjaardag. En ik heb gisteren een verjaardagskaart voor hem gemaakt. Hij heeft al zijn verjaardagskleurtje gekregen. Namelijk een paar schoenen. Maar ik dacht, ik wil hem nog een kleinigheidje geven. Dus ik heb zelf een kaartje gemaakt met een foto die ik nog nooit in mijn leven heb geplaatst. Ik denk dat ik deze morgen ook ga plaatsen voor zijn verjaardag. Vind ik leuk. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb dit cool shirtje van Chiquelle aan. En deze mom jeans van Monki. En dan heb ik ook nog hakjes aan die ook van Monki zijn. Een hele goede middag. Misschien hoor je wat, maar ik ben een eindje aan het bakken. Het is bijna 2:30 en ik ben echt net een kwartiertje thuis. Ik ben echt zo ontzettend zwak. Onze co-creatiesessie ging helemaal top. Ik ben er heel erg blij mee. En daarna was ik nog even naar de Primark geweest, want ik zag allemaal kerstspullen en ik heb heel wat kerstspullen ingeslagen. Ik had de neiging om alles te kopen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het nog best wel ingehouden. En eigenlijk wil ik na mijn lunch gaan filmen. Filmen en een eitje maken. Gaat niet echt goed? Ik heb net een video gefilmd. Vandaar ook deze setting, want dit is natuurlijk mijn standaard video setting. Ja, het is aardig een troepje hier. Altijd als ik een shoplog maak, dan is het een beetje heel erg uitgestald. Ik ga dat dus eventjes opruimen en dan wacht ik op Ritchie. Want dan komt dan deze kant op. En dan gaan we vanavond dus lekker uit eten. Ik ga laten zien hoe ik op dit moment ijskoffie maak. Het is echt easy peasy. Wat ik daarvoor ga gebruiken is sojamelk. Ijsblokjes. Ik moet echt zo'n ijsblokjes houdermaker gaan kopen, want dit zijn van die plasticjes en dat vind ik gewoon 1 niet heel erg chill en 2 is niet goed voor het milieu. En de koffie die ik gebruik, allemaal hetzelfde behalve dit wat eronder zit, maar Dolce Gusto Espresso Intenso. Ik ben soms nog een beetje een noob als het gaat om mijn koffie, maar ik heb het al eerder gedronken, vet lekker. Ik doe een beetje melk erin. Halverwege ongeveer. Dan de koffie erin. En dan een aantal ijsblokjes. Dat gaat goed. En dit is dan mijn ijskoffie. En wat ik ook heel erg lekker vind, is wat kaneel erbij doen. Niet te veel, maar een klein beetje voor. Oh, zeg ik niet te veel. Er zit nu opeens mega veel kaneel op. Oh my god. Oh, ik ben zo onhandig. Je drijft er zoveel kaneel op de bovenkant. Nou ja, gelukkig drink ik het met een rietje. Oh my god, dit is echt stupid. Daar zitten we dan met de bijna jarige Job. Ja, bij Mojo. We hebben al wat sushi gekregen. Heel lekker. Maar, lieve schat. Ja. Hij focust niet. Je hebt mijn verjaardagscadeautje al gehad. Mm-hmm. Maar, ik heb nog iets kleins voor je. Ja, ik was, what the fuck is dit? Een brief. Een brief. Van Hema. Huh? Oh echt? Nee, de envelop. Maar dat niet. Echt hier de B? Yeah. Heb je het al in? Ja, ik heb het al laten zien. Ik zie al de laatste. Voor de How I Met Your Mother fans onder ons. Levenslange ziekte. Dit is een een quote-achtig iets uit een How I Met Your Mother aflevering.
Een deel van ronde 2 is gearriveerd, alleen maar zalm. 2 stukjes zijn van Rit, dat zijn de middelste 2. En de buitenste 2 zijn voor mij. Dat is geflambeerde zalm, dat is de normale zalm nigiri. En dit is de, wat was het? Een tataar. Ja, zalm tataar. Ik vergeet de hele tijd te filmen, maar we zijn bij ronde 3. En dit is een van mijn gerechtjes. Maar ik trek het bijna niet meer. Ik heb zoveel gegeten. Dit ziet er echt niet smakelijk uit. Hoi. We zijn nu even in de Mediamarkt. En ik vond deze hele mooie camera. Het is echt zo'n old school camera, maar dan in een modern jasje. So pretty. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar de camera die ik nu heb, maar dan de nieuwere variant. Maar ik kan hem nog nergens spotten. Oh, deze is ook mooi. Deze camera heb ik dus, de M50. Alleen dit is de zwarte variant en ik heb de witte. En deze, daar film ik dus nu mee. Nou, ik ben nog steeds niet weg. Maar ik vind deze camera ook pittig leuk. Lekker met mezelf erin. Kijk hoe leuk. Ik heb niet per se een nieuwe camera nodig, maar ik vind het wel echt altijd leuk om naar nieuwe camera's te kijken. We zijn nu op het station. Het is echt gewoon een hele uitgebreide avond. We hebben een koffietje gehaald. Hoe vind je deze avond tot nu toe? Nice, lekker. Eten vooral natuurlijk. Het eten was zeker goed. Lekker. Ja, wel. Oh, fijn. Het is donderdag en ik had vandaag mijn stage sollicitatiegesprek gehad. Dat is prima gegaan, nu moet ik alleen nog even afwachten. Voor de rest heb ik aan school gezeten, niet zoveel. Ik had eigenlijk verwacht dat ik er veel productiever mee zou zijn. En ik heb straks een event, een kerstevent van de Body Shop. En ik heb 2 kerstspeldjes in. Ik ben een partijtje gelukkig, een en al in de kerststemming. En we hebben een drankje gekregen. Dat moet zich wel oké smaken. En zoals je kan zien weer thuis. En ik heb een goodie bag ontvangen. Ik dacht misschien is het wel leuk om dit te laten zien. Want het zijn allemaal kerstige verpakkingen en daar word ik echt heel erg blij van. Als eerst hebben we hier een cadeauset. En dan hebben we hier Juicy Pear Sour Gel. Dan ook de Juicy Pear Body Butter. Ook heel lekker. En als laatst een cadeaubox Soothing Almond Milk and Honey. Oeh. Kijk. Wow, dit is echt goed verpakt. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag weer les. Het is op dit moment bijna 10:45, 11:30 en ik heb om 12:00 les. Dus ik ga zo naar school toe. En dan heb ik tot 5:00 school. Alleen ik heb tussendoor best wel een groot tussenuur als het ware. Dus dan ga ik gewoon lekker op school, aan school zitten of iets. Ik neem mijn laptop mee, spullen mee. Dus het komt allemaal wel goed. Ik zit er even doorheen. Het is op dit moment 6:00 en ik ben al een tijdje thuis. Maar vandaag was school, as usual, gewoon intens. Ik vind HBO, als je colleges hebt, het heel erg, ja, het kost heel veel energie om op te letten. Ik ben ook een persoon die heel erg meedoet in de les. Echt dingen opschrijft, dingen vraagt. Dus dat vereist gewoon heel veel aandacht en energie. Ik ben kapot en ik wil eigenlijk slapen. En ik had geen zin om te koken. Normaal gesproken kook ik wel, maar opvallend is dat ik deze week eigenlijk vrij weinig in de keuken heb gestaan. Ik heb net pizza besteld. Ik kreeg ook in mijn mailbox een kortingscode van thuisbezorgd. En dacht ik, hey, daar ga ik gebruik van maken. Maar ja, weet je, sorry not sorry. Ik had er behoefte aan. Dus ik ga lekker zo van mijn pizzaatje genieten. Ik heb een vegetarische pizza van Domino's. Hierbij wil ik de weekvlog gaan afsluiten. Ik heb niet de hele week gefilmd, maar ik heb toch wat aardig wat vastgelegd. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral de duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!